Mensen doen groeien is de core business van Tree Finance. De medewerkers van Tree Finance worden ook wel Me-Inkers genoemd. Dit houdt in dat ze hun groei in eigen handen hebben en dat ze er alle kansen voor krijgen. De focus zie je heel duidelijk in de Transition and Support Unit, ook wel genaamd TNS. En tant que collègue TNS, vous vous assurez que tout continue à fonctionner correctement chez les clients, par exemple lorsqu'une personne part temporairement. Vous êtes amené à changer constamment de projet, et pourtant c'est votre projet qui reste le plus important, votre propre croissance. Dat dat niet overdreven is, bewijzen deze collega's. Ze stellen zich even voor. Dag Kathleen, kan je je even voorstellen? Hallo, zeker. Ik ben Kathleen en ik ben ongeveer 6 jaar geleden begonnen bij TNS Antwerpen als finance consultant. En ondertussen heb ik toch al wel een mooi parcours kunnen afleggen met veel verschillende projecten. Dus ik kan echt wel beamen dat bij Tree Finance de groei en de ambitie van de consultant toch wel echt voorop staat. Ik ben Johannes, projectconsultant bij Tree Finance. Nu toch al 3 jaar. Je zou kunnen zeggen, 3 jaar, dat is nog niet zo lang. Maar eigenlijk heb ik op 3 jaar toch wel heel veel dingen kunnen doen. Ik ben gestart op de leveranciersboekhouding, bij mijn eerste klant eigenlijk. En dan zo verder gerold eigenlijk in de algemene boekhouding bij diezelfde klant. En zelfs al een aantal controllingtaken kunnen doen. Waarom worden jullie aan boord gehaald bij een bepaalde klant? We worden eigenlijk aan boord gehaald om de financiële afdeling zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Wij kunnen zelf initiatief gaan nemen en bepaalde optimalisaties gaan voorstellen. Maar in general, quand on arrive chez des clients, parce qu'ils ont un problème au niveau de la comptabilité, des personnes qui sont absentes ou qui sont malades, et en fait, ils ont besoin justement assez rapidement de personnes avec de l'expérience et de qualité, et c'est pour ça qu'on intervient chez le client. Voor welke soort klanten werken wij zelf? We komen heel vaak terecht bij toch wel de grotere bedrijven, maar die sectoren kunnen echt wel verschillen. Ik heb al bij een automotive gezeten, in de voeding, in de bouw, in de retail. Dus dat kan heel breed gaan en dan de uitdagingen verschillen ook wel steeds per sector. Ik heb zelf de voorkeur voor een industriële productieomgeving. Die dynamiek binnen die bedrijven, ik vind dat eigenlijk fantastisch. Un peu dans tous les domaines, parce que comme on travaille principalement dans la finance, ça peut être dans différents domaines, dans la construction, dans l'horeca, etc. Mais actuellement, moi j'ai travaillé dans le domaine de la photographie et de l'énergie. Wat zijn de belangrijkste uitdagingen bij jullie klanten? De belangrijkste uitdagingen die gaan ook steeds heel breed, maar zijn toch wel dingen die steeds terugkomen, zijn de financiële afsluitingen, rapportages die we maken, analyse voor het management. Maar daarnaast zit er ook wel vaak een projectmatig deel aan, wat bijvoorbeeld kan zijn systeemimplementaties, bepaalde procesverbeteringen. Dus het kadert zich wel heel vaak binnen de procesmatige en ook wel de financiële en accounting sfeer. Est-ce qu'il y a des challenges que tu aimes le plus personnellement? Ben, comme je suis quelqu'un qui est assez curieux, donc j'aime bien, je suis attiré par l'inconnu. Quand j'arrive dans un service, dès qu'il y a un problème qui ne nécessite pas forcément des connaissances financières, j'aime bien participer à l'évolution de la solution pour ce problème. Werk je eigenlijk alleen maar op de finance afdeling van een bedrijf? Ja, meestal komen we wel altijd wel op de finance afdelingen terecht, maar ook binnen die finance afdeling zijn er heel veel nog deeltakken. Dat kan zijn controlling, plant controlling, sales controlling, business controlling. Maar daarnaast is er ook wel nog een hele tak van accounting, zijn de credit management, finance and administration, accounts payable. Dus daarbinnen is er nog heel veel variatie. En als finance afdeling wordt er ook heel vaak samengewerkt met verschillende andere afdelingen. Hoe begeleiden jullie zelf de groei van andere collega's? Ik zelf ben gestart 3 jaar geleden als Young Hub. Dat betekent eigenlijk dat je in een 2-jarig vol opleidingen en mentoring sessies. Vandaag ben ik zelf eigenlijk mentor van verschillende young professionals en probeer ik samen met hen eigenlijk aan hun groei te werken. Waarom word je een betere professional dankzij de TNS-projecten? Ja, door onze projecten kunnen we eigenlijk heel snel groeien. En samen met Tree Finance worden ook altijd al onze ambities bekeken, wordt gekeken waar we naartoe willen. En dan wordt er ook wel steeds een project gezocht wat aanleunt bij datgene waar wij graag naartoe willen groeien.